Dus bewust van dat waar je soms helemaal geen ergen hebt achter een vrouw lopen. Dat kan zo vervelend zijn voor een vrouw. Praat samen over de grens is een campagne van de gemeente Nijmegen voor en door Nijmeegse mannen. Die het gesprek willen openen over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Hier had ik dat akkefietje bij de George Jimmy. Het was 's nachts 3-4 uur. Zij had een borreltje op, ik had een borrel op. Dus zij stond een beetje met de kont tegen, op zijn Nijmegen zegt, tegen mij aan te rijden. Dus normaal zou je denken van, hé, daar is kat het bakje, staat me te versieren. Ja. Ik sta er zo op de billen, zo van nou. En toen draaide ze echt om, zo van, what the fuck, wat doe jij, weet je wel? Ik probeer daarmee te laten zien dat, dat iedereen fouten kan maken, zonder dat je daar echt van bewust bent. En door erover te praten, hoop ik daar, dus door mijn domme fout toe te geven, zeg maar, hoop ik dat andere jongens zeggen van, hey, ja, ik heb ook wel eens zo'n fout gemaakt. Of ik ook eens iets heel doms gedaan, of tegen met vrienden, waardoor je dus bewust wordt van wat kan ik wel en niet maken. Een huisgenoot van mij, die heeft het heel vaak over, oh, ik heb echt zin om haar te doen. Ik heb schijnbaar een paar keer tegen hem gezegd, zonder dat ik dat zelf door heb. Je hebt toch gewoon seks samen en niet ik doe haar. Er is een kantelpunt gekomen waarin we met z'n allen langzaam aan het erkennen zijn van, hey, volgens mij hebben we heel lang te makkelijk gedacht over wat wel en wat niet kan. We moeten nu dat punt komen dat we daar dan ook met elkaar gesprek over aangaan. De twee Nijmegenaren werden samen met twee anderen benaderd om hier een podcast over te maken. Al wandelend door de stad deelden ze met elkaar hun persoonlijke verhalen. Wij komen veel in contact met jongeren die onder de doelgroep zouden kunnen vallen en van daaruit het gesprek te openen. En het zijn niet alleen de jongeren. Wat we ook eigenlijk proberen zijn, omdat we dus een diversiteit aan mannen hebben, jongeren weer, ik heb persoonlijk begeleider, topsporter, een rapper, dat ook misschien trainers of coaches bewuster zijn van, hey, laat ik ook eens een keer in de kleedkamer die vraag gewoon eruit gooien van, hey, doen jullie met vrouwen of weet ik het wat, of wie maakt wel eens een domme actie. Als er echt iets gebeurd is, dan ga je het er vaak over hebben. Als ik hoor dat een van mijn leerlingen iets gedaan had tegen een vrouw, dan begon je er pas over, maar dan is het al gebeurd. Naast deze podcastserie ontwikkelden ze met behulp van mannen-emancipatieorganisatie Emancipator 5 tips voor het voeren van een goed gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze is samen met de afleveringen te vinden op de website van gemeente Nijmegen.